2011, de 28e Blues Rock Festival Tegelen zit erom. Naast me staat Jan Smeets, de grote man van begin af aan. Jan, is dit nog hobby of is dit werken voor jou? Dit is hobby en werken. Twee dingen tegelijk. Jij bent natuurlijk bekend voor de grote meute als de man van Pinkpop. Daar ga je met grotere getallen om dan een Blues Rock Festival in Tegelen in bezoekers en waarschijnlijk ook in omzet. Maar dit is op de een of andere manier volgens mij toch altijd een klein beetje jouw stiefkindje, de blues. Ja, ik ben er 28 jaar geleden voor gevraagd. We zijn toen begiftigd met de behoorlijke subsidie van de provincie. We hadden toen groot succes met Roy Gallagher. En we konden daarna, toen we geld overhielden van die subsidie, konden we doorgaan. En we zijn blijven doorgaan. Overigens gestimuleerd, moet ik zeggen, toen de wethouders van Tegelen. En Gopsteek was er zo eentje, die woonde inmiddels in Spanje. Burgemeester geweest, verzwalven en dat soort dingen. En dat heeft mij wel overeind gehouden. Het feit dat sommige mensen het pertinent wilden. Ook het bestuur van de Doolhof, hier, die dat prachtige theater overeind wil houden. Daar is de reden dat ik door blijf gaan. Nou, en dat niet alleen, want de Doolhof vinden wij in ieder geval een van de fijnste festivallocaties er is. En hij is veranderd. Er is boven een stuk platter geworden. Dat wil zeggen dat degenen die bier drinken nou meer van de muziek meekomen. Is dat... heb je daar nog inspraak in gehad of is dat puur door de stichting die de passiespelen organiseert? Nou, ik denk wel dat wij er invloed op gehad hebben. Er is al 10 jaar over gepraat, over de stoeltjes die weg moesten, vanwege de brand, onveilig enzovoorts. Nou, en uiteindelijk zijn ze er toch subsidie gekregen van de gemeente Venlo en is men begonnen. En voor een deel is het gebeurd zoals we willen. Ik heb alleen de excuses aangeboden. De gemeente Venlo had plots geen geld op, dus er staan geen stoeltjes. Dus hebben we zelf al vol tevig voor het einde uren, dat toch mensen konden zitten. En zo hebben we het proberen de zaak op te lossen. Volgend jaar, heb ik begrepen, staan hier wel weer de stoeltjes op de eerste rijen. Maar misschien niet onbelangrijk, want de gemiddelde leeftijd van de bluesliefhebber die gaat ook omhoog. En dat merk ik alleen al aan mezelf. Maar over jeugd gesproken, een paar jaar geleden heeft deze band die nou achter ons klinkt, De Wolf, heeft op Pinkpop gestaan. En daar werd een gitaar het publiek ingegooid omdat ze zo blij waren dat ze voor zo'n meunje mogen spelen. En nu staan ze ook weer hier. Vind jij daar een klein ook een beetje jouw band? Ja, als Limburger? Wel, ik heb toen altijd, toen ik die band voor het eerst gezag, heb ik toch gezegd, deze band krijgt een toekomst. Ik weet nog dat we ze hebben gekozen voor het Schengske. Dat was een of ander carnaval gebeuren in Maastricht. Ze hebben toen zelfs een nummer van de vader van Beppe Kraft, Schenkraft, hebben ze gespeeld. En toen zag ik er heel duidelijk aan die mannen, dit gaat het worden. Ik moet zeggen dat ik toen ze ontdekte, waren er twee meisjes bij. En dan vind ik nu altijd spijtig dat die er niet meer bij zijn. Voor het oog wel ook wat. Een programmering, het is een van de laatste buitenfestivals die er is in Nederland. Hoe moeilijk is die om in september nog rond te krijgen voor een goed programma? Of bemoei jij je daar niet meer mee? Ik bemoei me daar niet meer mee, maar het is vreselijk moeilijk. Waarin ligt dat dan? Nou, omdat er in deze tijd niet meer toert. Dat is het probleem. Kijk, de meeste mensen toeren rond, we beginnen met Bospop, het gaat naar Blues Rock en Peer. Het is Ospel, het is Naughty Jazz. Daarin, in die tijdvak zijn de meeste bluesgroepen hier en niet in september. Hoe vaak dat men mij gevraagd heeft, verander die data. Maar ik dacht, weet je wat, je proberen toch. En ik hoop zo op mijn 30e verjaardag hier te kunnen vieren. Maak jij je dan ook nog zorgen over de toekomst van bluesrock? Is er een moment dat Jan Smeet zegt, nu draag ik een stokje over. Dan zal er best wel de broodpikpomp mensen lopen die door jou door de wolf geverfd zijn. Of zeg je, zolang ik overeind sta, ben ik hier degene die het wil organiseren? De laatste zal ik zelf wel willen zijn, maar dat heeft ook met geld te maken. Ik kan het mij permitteren om hier verlies te leiden. Ik wil niet zeggen dat we op alles doen, altijd opsplitsen in twee. Je hebt productie en programma en je hebt daarnaast catering. Je ziet aan de mensen achter mij dat ze wel een biertje lusten. Nou, dat moet ik, daar moet ik het van hebben. Dat is ook de reden dat een biertje 2,5 euro kost. Het is in de lengte of in de breedte. Het zal door iemand betaald moeten worden. Dan sluiten we even af. Dan bedanken we in ieder geval voor jou even te woord te staan. En dan zullen we zeggen Blues Rock Festival Tegelen 50 jaar. En dan een Jan Smeets in een rolstoel op het podium of nog fit en springen? Nou, ik hoop wel, want dan weet ik dat ik tenminste 6 jaar ben. Moet kunnen. Dan zijn wij er weer en dan vragen we alsnog, heeft het gelijk gehad? Jan, bedankt. Oké, tot over 20 jaar. Ja.